Welkom bij deze krachttraining. Je mag komen staan. Oké. Zet je voeten heupbreedte. En voor ieder is dat net wat anders. Misschien net nog ietsje breder dan je heupen zijn. Je tenen mogen iets naar buiten als dit jouw positie is. En het voelt oké, dan is dit jouw positie. Heb je het liever wat smaller of juist ietsje breder, dat is prima. Maar ga niet compenseren in techniek. Ja? Want je hebt al is dat je dus helemaal breed gaat staan en dat de beweging alleen maar hier is. Dat is niet echt een squat. Het is een squat, een sumo squat. Je pakt vooral de binnenkanten hoog. Maar we willen een volledige squat doen met zoveel mogelijk spiermassa aan te spannen. Dus niet te breed gaan staan. En we beginnen hier bovenin een kleine squat. Een kleine squat en we houden het tempo wat hoog. Ja? En zorg ervoor dat je billen vooral naar achteren gaan en terug. Zakken naar achteren en terug. Maar nogmaals, hou hem wat hoger. Hou hem wat hoger en terug. Laag en terug. Want dit is puur voor je warming-up. Ja? Om die gewrichten daar even te mobiliseren. Misschien heb je al gelopen. Misschien ga je zo lopen. Misschien ga je niet lopen. Kan natuurlijk ook. Dus het moet daar even wakker worden. En zo ook je body awareness. Van de aansturing van je zenuwstelsel in je lichaam. En hoe meer je beweegt, hoe meer daar de energie heen gaat waar je beweegt. En hoe scherper de aansturing vanuit je hersenen worden. Ja? Nog 8 en terug. 7 en terug. 6 en terug. 5, goedemorgen. Nog 4 en terug. Nog 3 en terug. Nog 2 en terug. Nou krijgen we 1 en een side lift. Dus je krijgt squat en lift en squat en lift, ja? En die lift die gaat opzij, ietsje accent naar achteren, opzij naar achteren, daar. Lift, keurig, opzij en lift, nog een keer. Nou probeer zelf die brain-muscle connection daar te voelen. Dus dat betekent dat je op het moment dat je dit doet, dat je even extra die bilspier aanspant. Je knijpt die bilspier samen, zakken en op en zakken en op en zakken en op. Laatste keer. Zakken en terug naar die squat bovenin. 1 en terug. 2 en terug. 3 en terug. 4 en terug. Billen naar achteren toe. Zakken en terug. Nog niet te diep, hè. Je wil zeker niet je billen zo laag mogelijk brengen. Maar je wil het wat hoger houden. Hou het wat hoger en terug. Hoger en terug. Nog 8 en terug. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En 1. Oké, kom op je rechtervoet staan. Je linkervoet iets naar achteren toe. Je rechterknie is gebogen. Ja, standbeen is gebogen. Hou vast. Vanaf hier til je op en terug. Ja? Dus je been gaat iets naar achteren en het accent is iets opzij en terug. Nou, spanning in die bilspier. Brain muscle connection. Ja? En als je niet zeker weet of je hem aanspant, dan is die brain muscle connection nog niet helemaal volledig. Leg dan je hand op je bil en voel of die daadwerkelijk daar aanspant. Of die spier wat harder wordt. Ja? Dus druk misschien in met je vingers om het te voelen. En terug, opzij en terug. En we zitten nog in de warming-up. Kom op. Nog 3. Terug. Nog 2. Laatste keer. 1. En terug. Nou, omhoog met hetzelfde been. Een lichte, kleine, niet te ver. Stiff deadlift. En langzaam terug. Nog een keer. Ja, dus je lichaam moet nu focussen. Dus die aansturing vanuit die hersenen moet groter worden. Omdat je op één been staat. Je lichaam moet focussen en die wil het voor elkaar krijgen. Dus je body awareness wordt groter. Plus het feit dat je je rechterbilspier, je rechterbeen en wat meer aanspant hier, statisch. Maar die moeten ook samenwerken, inclusief dat core, om jou rechtop te laten staan. Dus een stuk core training. Ja? En nogmaals die body awareness omhoog brengen. Stiff deadlift, één been. En vergeet ook hier niet wat die rugspieren allemaal doen om jou rechtop te houden. Laatste keer. En terug. Nou, wissel voor je andere kant. 1 en terug. 2 en terug. 3. En misschien voel je hem net iets meer hier. Omdat net met die oefening, met die stiff deadlift, die bilspier ook al heeft aangespannen. Is niks mis mee. En terug. Opzij en terug. Opzij
en terug. Standbeen is gebogen, je linkerbeen. Ja? En als je niet zeker weet of die kracht, of die bilspier daar iets doet, leg je vingers, je hand op je rechterbil en voel. Druk in en terug. Opzij en terug. Opzij en terug. Opzij naar achteren, accenten, niet te ver en terug. Blijven knijpen, die brain muscle connection en terug. Opzij en terug. Opzij en terug. Nog vier en terug. Nog drie en terug. Nog twee en terug. En één. Dan gaan we weer. Stiff deadlift. Linkerbeen. Ja? Holling in die rug. Span aan. Die rugspieren zijn ontzettend bezig om jou daar rechtop te houden. Maar wat dacht je van je enkelgewricht, je kniegewricht en je heupgewricht? Ja? Die zijn daar aan het stabiliseren. Die spieren eromheen zijn heel hard aan het werk om dat gewricht zo recht mogelijk in balans te houden. En dat is super. Ja? Dat is de bedoeling. Fitness is zoveel meer dan alleen maar die grote spiergroepen trainen. Of juist alleen maar het core trainen. Het is een combinatie van. Ja? Krachttraining ook. Je core, je basis vanuit de Pilates bijvoorbeeld moet goed zijn. En vanaf daar ga je die grote spiergroepen trainen. Je zit nog in je warm-up. Betekent niet dat je niks doet. Je lichaam is hard aan het werk. Laatste keer. Naar voor. En langzaam terug. Perfect. Oké. Kom wat wijder staan. Dus ongeveer matbreedte. Je tenen iets naar buiten toe. Ja, iets meer daar. En je zakt langzaam naar beneden in vier. 1, 2, 3, 4. En op. 2, 3, 4. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. En op. 2, 3. En omdat we langzamer gaan, zakken we ook dieper in. Ja? En dan proberen we zoveel mogelijk de billen één lijn te krijgen met de knieën. De billen één lijn te krijgen met de knieën. Hou vast en langzaam op. Hou je rug goed recht, hè. Dus voorkom dat je naar voren gaat hangen. En als je niet zeker bent of je dat inderdaad wel of niet doet, kijk even of in de spiegel daar ergens. Of in een ruit van een kast of de glas van een deur. Of dat je daadwerkelijk inderdaad een holling in je rug houdt. Of als je met z'n tweeën traint, controleer de ander even. Ja, want op die manier, met een lichte holling in je rug, zijn je rugspieren aangespannen. En wordt je wervelkolom niet belast. En dat wil je hebben. Laatste keer. 1, 2, 3 en hou vast. Voor 4, voor 3, voor 2, voor 1. Kom omhoog. Keurig. Nou, kom even liggen. Op je rug. Ondersteunen. Brazen van de buikspieren, knijpen van de bekkenbodemspier, altijd. Voeten plat aan de grond, schouders laag. Kantel dat bekken, elke wervel in de grond. Adem in, adem uit. Hoofd op, kin in, kleine stukjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ja, activeren van de buikspieren op een gecontroleerde manier. Ga door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazen van de buikspieren, weet je nog? Het uitduwen van je core. Niet alleen met de buik, maar rondom. Ja, op een gecontroleerde manier. Niet constant duwen er tegenaan, maar gecontroleerd en vasthouden. En tegelijkertijd je bekkenbodemspier omhoog trekken. Alsof je moet plassen, geen toilet in de buurt. Omhoog trekken. Kom op, knijpen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. En langzaam terug. Nou, windshield wipers, om weer die mobiliteit erin te krijgen. Altijd afwisselen van al die fitnessfacetten. En weer terug. Keurig. Ontspan daar even. En weer terug. Terug naar het midden, laatste keer. Kantel dat bekken, adem in, adem uit. Kleine stukjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En hoe meer combinaties we maken, ja, in plaats van elke keer hetzelfde te doen in dezelfde volgorde, hoe meer combinaties we maken, hoe meer we dingen anders doen dan de vorige keer, hoe meer dat energie kost. En energie zijn kilocalorieën. Ja? Vandaar dat we altijd willen veranderen, zodat het lichaam nooit went. Dat het lichaam is gemaakt om zich aan te passen. Als het dat niet zou doen,
in tijd van dat er niet genoeg voedsel is of wat dan ook op aarde, en je lichaam zou niet aanpassen, ja, dan blijf je hetzelfde aantal calorieën verspillen. En als er geen voedsel is, dan gaat het niet helemaal goed. Hou vast en weer terug. Ja? Aan de andere kant is het best lastig, want als je dus wat wil afvallen, en ze zeggen het zogenaamde plateau, wat eigenlijk niet bestaat, wat eigenlijk een aanpassing van het lichaam is op de calorieën die het binnenkrijgt. Ja? En dat is wat je ervaart. Het lichaam past zich aan. Niet omdat je op een plateau bent en daarna ga je weer naar beneden. Nee, het lichaam past zich aan op de calorieën. En daarom is het ook zo belangrijk en niet oké om zo min mogelijk calorieën te eten. Want als je dat doet, dan past het lichaam daarop aan. En dan weeg je misschien 5 kilo minder en je wilde misschien 20 af hebben. Ja? Maar het lichaam heeft zich aangepast op die calorieën. Dus moet je nog lager gaan zitten. En op een gegeven moment ben je dan met ondervoeding bezig, terwijl je lichaam niet aanpast. En er zijn lichamen die dat doen. Die hebben meestal een verleden of die passen zich ook heel erg makkelijk aan. En dat is echt wel een probleempje. Dus zorg nooit dat je je calorieën zomaar naar beneden gooit om alleen maar te denken van hoe minder ik eet, hoe beter het gaat. Het is wel van invloed voor het grootste gedeelte, maar het moet wel goed gebeuren. Ja? Dus het lichaam past zich aan. Zo ook met training. Je zoekt altijd de makkelijkste weg om zo min mogelijk te verbranden. Zoveel mogelijk energie te besparen. Je lichaam is erg duurzaam namelijk. Ja? En terug naar het midden. Oké, rol op één zijde en kom omhoog. Dan gaan we beginnen met de krachttraining. Waarom natuurlijk? We pakken één been. Dus we laten één been heel hard werken. Eén been, één bil. En dan een stukje bovenlichaam. En dan gaan we door naar de andere kant. Ja? Dus je mag je rugzak omdoen als je wil. Want we maken niet zo heel veel herhalingen. Zodat we echt meer op kracht zitten. En niet zozeer op spieruithoudingsvermogen. Dat doe je bijvoorbeeld bij je lopen al flink. Maar wil je dat wel en gebruik je geen rugzak, is dat ook prima. Ja? Oké, maar misschien is het voor jouw lichaam wel zwaar genoeg. En dat is goed. Goed. Kom staan. Of op de mat, maar zorg dat die stroef is achter je. Of naast de mat op je stroeve vloer. Ja? Je stapt met je linkerbeen zo meteen naar achteren toe. Je maakt dus een lunchbeweging voor je rechterbeen. Want dat is de spier die je traint. Ready? Set. Daar gaan we. Lunch naar achteren en kom omhoog. Nogmaals. Stap naar achteren en kom omhoog. Nou, denk erom. Ga door. Je voorste knie komt niet over je tenen heen. Hou daar rekening mee. Je voorste knie niet over je tenen heen. Ja? Dus je stapt naar achteren en op het moment dat je zakt en op het moment dat je omhoog komt, zorg je ervoor dat het gewicht in je voorste hiel zit. Je drukt als het ware die hiel iets meer in de grond en als je omhoog komt, druk je ook weer door die hiel je lichaam omhoog. Je voorste knie blijft stil. Ja, die blijft stil. Stap ook niet zo ver naar achteren dat je hem gaat rekken, de heup. Want dat doen we niet vandaag. Dat is yoga. En je wil hem niet rekken, want dan maak je lengte. Want we zijn hem korter aan het trainen. Dus dan vindt hij niet zo prettig. Ja, stap naar achteren en terug. Stap naar achteren en terug. Ga door. Nog 4 en terug. Nog 3 en terug. Nog 2 en terug. Laatste. 1 en terug, ja? Nou, zet de bal van de voet neer. Naar achteren en een one-legged squat op rechts, ja? Dus op links zit bijna geen gewicht. Wat ik zeg, we laten hem verzuren op rechts. Hou voor, als het niet meer gaat, kom je even omhoog om heel even kort te pauzeren en dan ga je weer door. Geen enkel probleem. Ja, het is goed als het niet meer gaat. Want je wil een overload creëren. 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2 en 1. Kom omhoog. Nou, doe je rugzak af. En kom voor je stoel staan. Je bent je rechterbeen aan het trainen. Ja? Dus het rechterbeen is voor de stoel. Je linkerbeen is aan de linkerkant van de stoel. En je zorgt ervoor dat je tenen recht naar voren wijzen. Het liefst je nog ietsje naar binnen toe. En vanaf hier druk je bil, je gewicht naar rechts toe. Dan ga je zitten op de stoel en kom je weer omhoog. Je gaat zitten en kom weer omhoog. Je gaat zitten en kom weer omhoog. Je linkerbeen is gestrekt. Al je gewicht zit op rechts. Al je gewicht zit op rechts. En terug. Zakken. En terug. Zakken. En als je zegt, nou, vind ik heel erg licht. Dan mag je ook proberen om net niet te gaan zitten. En terug. Net niet te gaan zitten.
en terug. Je linkerbeen blijft als het ware gestrekt. Knie ietsje licht gebogen op het moment dat je gaat zitten waarschijnlijk. Maar er mag geen gewicht op. Alles moet op rechts. Ja? En je weet, hè, je bilspieren, je beenspieren, je rugspieren, daar zitten de meeste spiervezels. Dus wil je verbranden, calorieën, moet je die trainen. Ja? Je grote spiergroepen. En is het dan zo dat het van je benen afgaat en van je rug afgaat, maar niet van je buik? Nee, absoluut niet. Je kan niet lokaal vet verbranden. Ja? Wat de media ook zegt, het bestaat niet. Jouw lichaam bepaalt namelijk zelf waar die het vet als eerste vandaan haalt. Dus dat maakt helemaal niet uit. Het mooie is juist, hoe meer beenspieren, rugspieren, bilspieren, hoe beter je shape. Ja, dat als je bent afgevallen wat je afgevallen... Ik kan niet meer praten. Als je bent afgevallen wat je wilt, dat je ook nog een mooie shape overhoudt. Hoe meer spiervezels je hebt, hoe hoger je vetverbranding is als je niks doet. Nou, hou hem vast een paar centimeter boven die grond. Of stoel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kom omhoog. Perfect. Kom dan liggen op je rug. En zet je rechterbeen op de stoel. Ja? Je linkerbeen is gestrekt. Armen iets bij je lichaam vandaan. Vanaf hier druk je omhoog. En je drukt je voet als het ware plat op de grond. Terwijl je andere been gestrekt is. Als het niet gaat, is dit ook prima. Ja? En weer terug. Op. En weer terug. Op. En weer terug. Dus nog steeds oprecht zijn we aan het trainen. En terug. Op. En terug. Op. En terug. Op. En terug. Op. En terug. En zorg ervoor dat je rechtervoet één lijn is met je rechterheup. Of anders iets meer naar links, zodat hij in het midden staat. En ik weet dat je gaat je hamstrings voelen. Die ben je ook aan het trainen. Achterkant, bovenbeen en de bilspier. Nog 3. En terug. Nog 2. En terug. Hou vast. 4, 3, 2 en 1. Keurig. Rol op je zij. En kom op je linkerzijde liggen. Als je dat nog niet lag. Je linkerzijde. Ja. Nou, trek die knieën op. En ga gelijk door. Op en terug. Voor die bilspier extra daaraan te pakken. Je rechterhand is voor je bovenlichaam naar voren toe. En zorg ervoor dat je voet net wat lager blijft dan je knie. Ja? En als het goed is, heb je al een beetje moeite ermee. Dat is prima, hè? Ik heb liever dat je er moeite mee hebt en dat je even moet rusten tussendoor. Dan dat je zegt, nou, ik kom nog wel even. Ja, dan zit er misschien niet genoeg aanspanning. Ben je niet diep gegaan? Is je gewicht niet te zwaar? Ja, al die dingen. Dus het moet moeite kosten. En 2/3 van je training is brain muscle connection. Is je techniek, is de uitvoering, is de wil om te willen trainen. Ja? Verleng je wervelkolom. Zak niet in elkaar. Zet die hand voor je neer. Steun naar voren toe. Go. En terug. Holling in je rug houden. En zorg ervoor dat je knieën één lijn zijn met je heup. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En 1. Kleine stukjes. 1, 2, 3, 4. Klein rondje maken met je knie. Hou je voet laag. Kom op. Bijna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. En langzaam terug. Perfect. Nou, rol door op je buik. Keurig. Oké, de benen een beetje uitgedraaid. Zoals Charlie Chaplin, eerste positie ballet. Ja? Armen op de grond. Voorhoofd aan de grond. Kin is in, schouders laag. Vanaf hier kantel je je bek een heel klein beetje. Dus je drukt je schaambeen iets in de grond. Als het ware alsof je je navel iets van de grond wil houden. Dat lukt bijna niet, maar dat probeer je. De bilspieren probeer je zoveel mogelijk te ontspannen, want we willen de rug pakken. Ready, set, daar gaan we. Omhoog, hou vast en terug. Omhoog, hou vast, maak je herhaling hier. Omhoog, hou vast en terug. 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 Hou vast hier. Nou, ellebogen ietsje naar elkaar toe. En niet alleen maar de beweging van de armen, maar vooral het knijpen tussen je schouderbladen is belangrijk. Kom op. 8, 7, 6,
5 voor de plank op je onderarmen. 4, 3, 2, 1. Leg neer en plank hem uit. Ja? Je kan iets brazen als je last hebt van je rug. Maak je een bolletje. Ja? Of je billen naar het plafond. Doe je op deze manier. Heb je geen last, blijf laag daar. En je kan natuurlijk altijd je knieën neerzetten. Geen enkel probleem. Hou vast. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Leg neer en gelijk die back extension. Op benen iets uitgedraaid. Schaambenen heel klein beetje in de grond geduwd. Klein beetje kantelen. Navel als het ware van de grond. Kom op. Op en terug. Op en terug. Op en terug. Op en terug. Op. Laatste keer. Hou vast naar achteren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, plank. Ellebogen onder je schouders. Go! Kom op, kom op, kom op. Brace van de buikspieren. Knijpen van die bekkenbodemspier. Ja, niet hangen in die heupenlaag. 1 lijn. Kom op, kom op, kom op. Hou vol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zet je knieën neer. En druk omhoog. Perfect. Kom omhoog. Ander been. Dus, eventueel je rugzak om. Nou, als je zegt, met mijn ene kant kan ik wel mijn rugzak doen. Qua zwaarte, maar de andere kant niet. Dan doe je hem sowieso zonder. Niet ene been extra gaan trainen als het andere been niet mee kan komen, oké? Het gaat zowel je bovenlichaam als voor je benen. Goed. Dus als je wil, deze om. En hou vast. Alright. Ready? Set. Stap met je andere been naar achteren toe. Ga je gang. Naar achteren en terug. Naar achteren en terug. Naar achteren. En terug. Dus in dit geval train je je linkerbenen. En dat betekent dus dat je met rechts naar achteren stapt. En terug. Naar achteren. En terug. Achteren. En terug. Kom op. 1. En terug. 2. En terug. 3. En terug. 4. En terug. Ga door. Kom op. 5. En nogmaals, je knie niet over je tenen heen. Druk door je hiel naar beneden. En druk door je hiel weer omhoog. Ja? Zakken en terug. Kom op. Zakken en terug. Zakken en terug. Zakken en terug. Ga door. Nog 4. En terug. Nog 3. En terug. 2. We doen nog 4 extra. Omdat het zo stil is. Nog 4. Ik hoor niemand, dus ja, gaat goed denk ik. 3. Kom op. 2. Laatste keer. 1. En terug. Hou vast. 1. 2. Dus de bal van de rechtervoet aan de grond. En zakken door je linkerbovenbeen heen. Duw je bil naar achteren toe. Kom op. Kleine stukjes. Ik weet het. Denk ik. Dat is zeer goed. Maar nogmaals. Ik hoor niks. Hou vol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Kom omhoog. Perfect. Rugzak af. Goed, kom staan. Dus het linkerbeen, je linkerhiel, is recht boven de stoel. Je rechterbeen is naar rechts, weg van de stoel. Tenen naar voren. Net ietsje accent naar binnen toe. Accent maar. Houd het been gestrekt en ga zitten met links. 1. En terug. 2. En terug. Het mooie is dat je dat been pakt, natuurlijk je linkerbeen, maar het accent opzij brengt. Ja? Dus de bilspier aan de zijkant wordt hier meer meegetraind. Zakken en terug. Zakken en terug. Zakken, terug. Zakken, terug. Kom op. 1. En terug. 2. En wil je het zwaarder maken, ga je net niet zitten. En weer op. Ja, net niet zitten. En weer op. Kom op. Net niet zitten. En weer op. Net niet zitten. En weer op. Hou vol. 1. En terug. 2. En terug. 3. En terug.
4 en terug. Kom op. Nog 4, hou vol en terug. Nog 3 en terug. Nog 2 en terug. 1 en terug. Perfect. Kom liggen. Zet je linkervoet op de stoel. Eén lijn met de linkerheup of ietsje naar binnen. Wat goed voelt. Armen langs je lichaam. Andere been gestrekt. Of hou hem gebogen, maar hou hem van de stoel af. Voor de hamstring van de linkerbeen en de bilspier en de onderrug. Ready, set, go. 1 en terug. 2 en terug. 3 terug. 4 terug. 5 terug. 6. Kom op. 7. 8. Kom op. 1 en terug. En ik weet dat die hamstring protesteert, want die ben je ook aan het trainen daar. Kom op. Go. En die bilspier. Nog 4 keer. Kom op. 4. Hou vol. Je bent er bijna. 3. Kom op. 2. Laatste. Hou bovenin vast. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En ontspan. Draai op je zij. En kom op je rechterzijde liggen. Trek je knie in. Voor die bilspier. 1 lijn. Ready? Set. Daar gaan we. 1. En terug. 2. Ja? En die voet net wat lager houden. Die knie vooral omhoog. Knie omhoog. Bovenlichaam naar voren toe. Als je been naar achteren gaat. Ja? Op en terug. Maak lengte in je wervelkolom. Want je weet ook die lange rugspieren train je eromheen mee. Wat weer enorm goed is voor je core. En je core is de basis van alles. Kom op, die wil je sterk hebben, die wil je soepel hebben, die wil je mobiel hebben en in balans. Kom op, go. En terug. Op en terug. Op en terug. En dit is echt voor die bilspier daar. Kom op. Hij is lekker geactiveerd. Ja? Dus de aanspanning is groot en dat wil je hebben. Hier zitten je verbranders. Dit zijn je verbranders. Kom op, go. Je wilt toch een tompoes heten maandag? Of 2? Ilonka, ik weet zeker dat je dat hebt gezegd. Shirley in ieder geval ook. Het is echt... Oh, we hebben Wilma natuurlijk. Neemt ook altijd, weet ik veel wat, 4 voor de prijs van 1. En terug. Er worden nog een paar extra. Kom op. Go. En terug. Op. En terug. 4. En terug. 3. En terug. 2. En terug. En 1. Kleine stukjes draaien. Kom op. Hap, hap. Denk aan die tompoes. Kom op. Go. 2, 3, 4, 5. Het duurt wel even, denk ik, als je nu bij de bakker staat. Met de corona gedoe, voordat je binnen bent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Perfect. Draai om op je buik. Keurig. Hou vast. Nou, strek je armen voor je uit. Als dat niet gaat, want het is vrij heftig voor je rug, hou ze dan gewoon gebogen. Geen enkel probleem, hè? Voorhoofd in de grond. Verleng. Nou, til je rechterarm, je linkerbeen op, je kin in. En leg weer langzaam neer. Wissel. Op. En leg weer langzaam neer. Ook je hoofd, hè? Op. En weer langzaam terug. Op. En weer langzaam terug. Op. En weer langzaam terug. Op. Aanspannen die achterkant. Kom op. Op. En weer langzaam terug. 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 Nog 4. 4. En terug. 3. En terug. 2. En terug. 1. En terug. Handen onder je schouders. Duw jezelf omhoog in een plank. Of op je knieën of op je tenen. Ja? Hou die heupen zo recht mogelijk. Leg je rechter onderarm neer en je linker onderarm. En hou vast. 4, 3, 2. Linkerhand neerzetten, rechterhand neerzetten. 4, 3, 2. Linker onderarm, rechter onderarm. 4, 3, 2. Links, rechts. Hou vast. 4, 3, 2. 2. Rechts. 1, 2. Rechts.
op, op. Links, laag, laag. Links, op, op. Hou vast. 4, 3, 2. Langzaam. 4, 3, 2. En leg neer. Verleng die armen. Ready? Rechterarm, linkerbeen en je hoofd. 1 en terug. 2 en terug. 3, terug. 4, terug. 5, terug. 6, terug. 7, terug. 8, span aan, blijven brazen. 1 en terug. 2 en terug. 3 en terug. 4, nog 4 keer, kom op, train die rug. Nog 3 keer. Nog 2 en terug. 1, terug, laatste. Op en terug. Handen onder je schouders. Brazen van de buikspieren, knijpen van de bekkenbodemspier. Kom op je knieën of kom op je tenen. Wat je wil. Ready? Rechter onderarm neer. Links. En hou vast. Rechts op. Links. Links neer. Rechts. Links op. Rechts. Rechts neer. Links. Rechts op. Links. Links neer. Rechts. Links op. Rechts. Langzaam zakken. Keurig. En lift boven onderlichaam. Kom op. Boven onderlichaam. Rug, billen. Kom op. Nou buig die knieën. Oeh, als het gaat, de kramp schiet er niet in. Oeh. Buig die knieën. Hou vast. Lift omhoog. Nog meer, dat die bilspieren meer actief worden. Lift die hielen naar het plafond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Brazen. Keurig. Kom staan. Oké, je mag je rugzak weer omdoen. We doen nog een keer powerlunges, maar nou om en om naar achteren toe. Ja? Mag, hoeft niet. Kijk wat je prettig vindt om te doen. Zorg dat het veilig is, dat het stroef is. Voor die powerlunges, achteruit, om en om. Ready, set, daar gaan we. Stap rechts naar achteren en terug. Links, terug. Rechts. Terug, links, terug, rechts, terug, links, terug, rechts, terug, links, terug. Kom op, achter voor die beenspieren. Ja, grote verbranders en die bilspieren, maar vergis je niet. Je rug is ook altijd hard aan het werk om jou stabiel te houden. En terug, zakken en terug, kom op. Nog 8 en terug. 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Perfect. Doe je rugzak af. Blijf staan. Nou, sumo stijl. Ja? Dus die tenen, kijk naar mijn voeten, die tenen zijn naar buiten toe. Hielen naar elkaar toe, grote pas uit elkaar, ver uit elkaar staan. En nu mag je proberen, moet je proberen die knieën over die tenen heen te krijgen. Want als je in deze positie staat, dan lukt je dat niet. Hou vast en kom weer langzaam omhoog. Nog een keer. Laag, hou vast en kom weer langzaam omhoog. Nog een keer. Ja, sumo stijl, pakt extra die binnenkantjes. En de onderkant van de bilspieren. Plus dat stukje eronder. Keurig. En terug. Nog een keer. Zakken. En terug. En druk die knieën over die tenen. En weer langzaam terug. Zakken. Vast. 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 En weer langzaam terug. Laatste keer. Kleine stukjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hou vast. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kom omhoog. Perfect.
Oké, laatste oefening voor die billen en die benen. Beide voeten op de stoel. Schouders laag, kin in. Ready, duw omhoog. Span aan en langzaam terug. Nou, zet je voeten ietsje naar elkaar toe. Je mag de binnenkant van de voeten tegen elkaar aan laten komen. Op het moment dat je omhoog drukt, op het laatst, open je je knieën een klein stukje. Op en dan druk je die bilspieren nog hoger, zodat je dat accent nog meer op die billen legt. Kom op, go. En weer terug. Op. En maak je maar geen zorgen dat je denkt, nou, we trainen alleen maar achterkant. Nee hoor, met die lunges, met die squats, train je ook de voorkant van je beenspieren. Meestal zijn die best wel ontwikkeld en is de achterkant net iets minder ontwikkeld. Vandaar dat ik accent leg op die achterkant en natuurlijk alles wat ik net heb gezegd, waarom je die achterkant en die bilspieren wilt trainen. Omhoog, knijpen en weer terug. Laatste, omhoog, hou vast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Knijpen die bilspieren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. Terug. Rol op je zij. En kom liggen op je rug voor wat buikspieroefeningen. Ja? En wil je het zo meteen afmaken met nog een wandeling? Doe dat dan. Ja? Of zeg je, ik spaar mijn wandelingen voor vanavond. Ook goed. Verdeling. Ook goed. Juist goed. Krachttraining, 's avonds wandelen. Krachttraining, cardio. Ja? Kan je het achter elkaar doen, is prima. Heb je het ervoor gedaan, is het ook prima. Blijf in beweging. Verspil die calorieën. Goed. Nou, je vingers in elkaar. Maak een kommetje van je handen. Handen achter je hoofd. Ellebogen bij elkaar. Kantel je hoofd iets naar achteren toe. Ellebogen wijzen naar het plafond. Vanaf daar omhoog. Hou vast en weer terug. Bracen en weer terug. Op en weer terug. Op en weer terug. Ga door. Nou, je mag twee dingen doen met die buik, hè? Of je zorgt ervoor dat elke wervel in de grond is gedrukt. Dus je kantelt je bekken. Als dat oké is voor jou, doe je dat. Maar je houdt die kanteling vast als je omhoog komt en als je terug gaat. Niet hol, niet bol. Of je houdt een lichte neutrale positie. Dat is ook prima. Rug een heel klein beetje hol. Maar ook hier, dan hou je hem hol tijdens de beweging. Niet hol, niet bol. Dus kies wat je zelf prettig vindt om te doen. Maar doe die twee dingen. Die twee aanspanningen. Bracen van het core. Helemaal rondom uitzetten en vasthouden. Niet uitzetten en loslaten. En tegelijkertijd knijpen die bekkenbodemspier daaronder. Knijpen, knijpen en weer terug. Knijpen en weer terug. Ga door. Blaas uit. Adem in. Blaas uit. Adem in. Blaas uit. Adem in. Blaas uit. Adem in. Ga door. Nog vier en terug. Nog drie en terug. Twee en terug. Eén en terug. Kleine stukjes hoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Leg neer. Mooi, goed gedaan. Knieën naar je toe, kruis je enkels voor je reverse crunch met een lichte twist. Ja, doe hem even voor. Misschien heb je hem in de maandag al gedaan. Maar je mag hem nu wel kruisen, die enkels. Ja, je komt omhoog en dan een heel klein beetje naar links toe. En dan weer terug in het midden. Omhoog, naar rechts toe en weer terug in het midden. Doe mee als het gaat. Wil je dat niet, heb je last van die rug daarbij, niet doen. Gewoon in het midden vasthouden en weer terug. Ja? Ga je gang. Omhoog met een lichte twist en terug. Of gewoon recht omhoog, lichte twist en weer terug. Kom op. Schuin die buikspieren en terug. Schuin die buikspieren en terug. Op. Racen en knijpen die bekkenbodemspieren. Kom op. Op. En terug. Je bent er bijna. Kom op. Op en terug en schuin. Op en terug. Nou, in het midden op. Hou vast. Handen achter je hoofd. Ellebogen, knieën, knieën, ellebogen. Klein bewegen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Hou vast, hou vast. 4, 3, 2, hou vast. Ja, hoofd is op, kin is in. Hou hier vast. Of als je het zwaarder wil maken, hou daar vast. 8, 7, 5, 4, 3, 2 en ontspan. Als het goed is. En dan eens meer aanspanning maken. Netjes, heel goed gedaan. Zet die voeten plat aan de grond. Armen boven je hoofd. Doe je windshield wipers. Even die mobiliteit in die wervelkolom terug. Even die mobiliteit terug. Perfect. En dan terug verlengen om en om. Duw even daar die hielen van je af, vanaf de heupen. Maak je been langer. Zet je voeten plat aan de grond. Knieën naar je toe. Hou even vast zonder dat koor aan te spannen. Trek die knieën naar je toe. Stretch die onderrug. Hou vast. En ontspan. Zet je voeten neer. Rol op één zijde. Kom omhoog. Perfect. Adem in. Verleng. Kin in, adem uit. Schouders naar achteren, kin in, stretch die nek. Side stretch, op en terug, andere kant. En terug, adem in, adem uit. Adem in en adem uit. Applaus voor jezelf, heel erg goed gedaan, goed gedaan. Bedankt voor het volgen van de les en dankjewel voor de energie. Top.